Dag Wim, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, een nieuw boek uit, en wat voor een, hè? Ja, ik ben heel trots. Ja. Mijn oogst? Ja. Kijk even uit, wat staat erin? Mijn oogst is eigenlijk het vervolg op Mijn Moestuin. Waarin ik in Mijn Moestuin de Vlaming wou leren moestuinieren, of goesting doen krijgen om te moestuinieren, heb ik nu eigenlijk het vervolg gemaakt. Dus, je hebt gemoestuinierd, je hebt oogst, wat doe je ermee? En dat staat eigenlijk in mijn oogststandaard recepten in. Hoe dat je ze moet plukken eerst en vooral, hoe dat je ze kan bewaren. Maar staat ook per groente nog altijd de korte samenvatting hoe dat je ze moet kweken eigenlijk. Ja. Ja, het is eigenlijk een beetje een half kookboek. Ja, het is een half kookboek en het is een half kweekboek, moestuinboek nog altijd. En daarnaast staat er ook nog per groente een beetje achtergrondinformatie. Hoe komt het dat wij slaaien, hoe komt het dat we bonen eten, hoe zijn de tomaten hier geraakt. Aardappel eten we dat al lang, eigenlijk niet zo lang. Allee, het staan dus ook een beetje feitjes, geschiedenis in, een beetje een achtergrond eigenlijk. Ja, een beetje televisie aan de kant voor aan dat boek te werken? Ja, zo is het eigenlijk. Hè, ja. Het boek nu heeft eigenlijk veel meer energie gekost dan het eerste boek, als ik het zo mag zeggen. Omdat we nu echt begonnen zijn van witte blaren. Waar dat je in boek 1, Mijn Moestuin, een soort herschrijven hebt op mij toegepast dan van hoe dat ik moestuinier. Maar moestuinieren, dat wist al iedereen al hoe dat was, maar ik heb mijn visie erop gegeven. Nu, het tweede boek is eigenlijk van nul beginnen, hè, met mijn recepten. Ja, we hebben echt van een blanco blad begonnen. Hè. Gaat dat zoveel verkopen dan het voorgaande? Het was wel een knaller, hè? Ja, dat was een onverwachte knaller eigenlijk. Dat is altijd een beetje koffiedik kijken, ik weet dat niet. Maar ja, ik ben heel trots nu op mijn tweede boek. Ik hoop dat het ook goed verkoopt. Er zijn mensen die zeggen dat u een kleine geeft bij Pamela Andersen, is dat zo? Ja, nee. Ja, heeft haar zaad gegeven uitschijnt? Ja. Die heeft spruitjes gekweekt van mij. En kolen, een savoykool heb ik gegeven. Ja, hoe was de ontmoeting trouwens met Pamela? Dat is al een tijdje geleden, maar dat was heel goed. En tof van madame, ja. Eigenlijk... Het beeld dat we hebben van haar in de pers, achter de schermen, dat ik gewoon een hele lieve mevrouw, vind ik. Dat is zo. Ja, dat is ook zo, ja. Wim, veel mensen kennen u van uw boeken, ja. Maar ook mensen van televisie. Mm-hmm. Een beetje achter de schermen, met Maarten Heijlen naar China, ja. Naar La Compostelle met Arnoud. Mm-hmm. Straffe gast jij, wat doe je daar op dat moment? Wel, ik ben eigenlijk al 20 jaar aan het werken voor televisie, zeg maar, achter de schermen. En nu is dat toevallig voor de schermen geweest. Ja, voor mij zijn dat eigenlijk twee dingen die... Hetzelfde zijn. Ik maak gewoon programma's. Ik ben een programmamaker. Ja, ik doe dat al 20 jaar en ik denk dat als het goed is, doe ik dat nog 20 jaar. Ik doe dat heel graag. Naast jou staat hier Laurence Machiels. Hoe groot is haar inbreng in jouw boek? Ah, vrij groot. Laurence die heeft heel veel van de verhalen. Die heeft de verhalen geschreven, die heeft de research gedaan aan de verhalen. Het is moeilijk te zeggen, hè. We zijn eigenlijk een twee-eenheid. Hè. Ik zeg dingen, zij corrigeert mij, ik toets dingen af aan haar. Het is moeilijk te zeggen wie wat doet, maar allez, ik weet één ding, dat boek ging er niet gekomen zijn zonder Laurence. Ja, Laurence, mooie woorden. Heb je hem veel moeten corrigeren, zoals je zegt, Wim? Nee, absoluut niet. Het is wel zo dat we voor elkaar heel kritisch zijn. Dus dat betekent dat we, als we niet tevreden zijn, dat we het ook gewoon ongezouten zeggen. En het resultaat is dat je gewoon, ondanks alles, toch een stukje herbegint, herschrijft, herwerkt. Ik was kritisch naar Wim's recepten, hij was kritisch naar mijn teksten. En uiteindelijk, door de lat zo hoog te leggen, hebben we het onszelf moeilijk gemaakt. Maar we zijn wel heel, heel trots op het resultaat. Ja, klein detail, wat je moet hebt corrigeren bij hem. Als dat wil, hè? Ja, absoluut. Of als het dat mag, hè? Van... Ja, dat mag wel, hè. Het is in ieder geval zo dat ik altijd goed gekeken heb naar het vetgebruik van Wim in de keuken. Wim is iemand die van nature heel royaal is en dus ook in zijn keuken. Dus er mag al gerust een extra scheut olijfolie, een extra klont boter. En ik zei, wow Wim, we gaan dat met minder doen. En dat is bijvoorbeeld een van de kleine dingen die zeker ook zijn impact gehad heeft op het boek. Oost-Vlaming toch een beetje, Laurence? Ik ben 100% Oost-Vlaming. Gaat dat met de West-Vlaming? Ja, want eigenlijk is mijn vader een Bruggeling. Ach zo. De match is eigenlijk perfect. En Wim, hoe gaat het werken met Laurence? Ah, perfect eigenlijk. Hè, ja. Oost-Vlaming, West-Vlaming, van mij dan allemaal hetzelfde eigenlijk. Hè. Een beetje focussen op Laurence nu? Komt van focus te veel, of niet? Ja. Homo, dat is lang geleden. Dat is heel ver geleden al. Hè. De middeleeuwen bijna? Het jaar 93 was het. 93, 94. Ja. Hoe ken je nu elkaar? Zijn je vrienden geworden ondertussen? Ja, we komen heel goed overeen. Het is niet dat we elkaar zo deur plat lopen, maar het is altijd zo. En ik weet dat voor televisie is het ook zo. Als je heel intens samengewerkt hebt, een korte periode, zonder veel woorden, weet je dat je elkaar een tijdje niet hoeft te zien. Het is niet dat er ruzie is, maar het is gewoon even weer ademruimte, elkaar wat vrijheid geven, andere dingen doen. En wat dat de toekomst brengt, dat zien we wel weer. Hè. Ja, wel bedankt Wim. Laurence, bedankt. Ja, graag gedaan. Ja, en we wachten op volgende samenwerking. Hè. Komt ie er? We gaan eerst een beetje uitrusten, denk ik. Dat is een heel goede idee, Laurence. En een glaasje drinken. Ja. Succes, hè.